Welkom terug. Vandaag, ik ga vandaag groenten maken, maar dan anders. Ik heb twee groenten hier zo. Ik heb kleine champignonnetjes. En het enige wat ik met die champignonnetjes ga doen, is eigenlijk gewoon grillen in een pan zonder olie. En helemaal als laatst afblussen met oestersaus. Een ontzettend lekkere groente vind ik op deze manier. En het tweede is, ik ga snijbonen maken met een pepertje. Pietjes haal ik eruit, zodat het niet te spicy wordt. En een beetje komijnenpoeder. En ook dat ga ik roerbakken. En je zal zien dat eigenlijk hele standaard groenten op een andere manier ontzettend lekker kunnen zijn. Ik heb de champignons in een pannetje gedaan. Nogmaals zonder olie. En die laat ik echt gewoon lekker op een heet vuur, zodat het een beetje een grillsmaak krijgt. Ik heb een ander pannetje gedaan waar ik de snijbonen in ga doen. Daar doe ik een eetlepeltje olie bij, een heet vuurtje. Ik doe het als eerste doe ik er lekker de rode pepertjes bij. Ja. Vervolgens doe ik daar de snijbonen bij. En ik zet het vuur gelijk even wat zachter. Nou, en beide laat ik eigenlijk gewoon op deze manier lekker gaan. De snijbonen heeft ongeveer 6-7 minuten nodig. Ik vind het lekker dat ze nog wat knapperig zijn. Het enige wat ik hierbij doe straks is nog een beetje zout. En de champignons die hebben ongeveer 10 minuten kwartiertje nodig. En als laatste doe ik eigenlijk helemaal niets meer bij. Alleen maar wat chilipoeder. En ook hier als laatste doe ik er nog een beetje zout, zoals ik er straks al zei. En komijn bij. En that's it. Groenten, maar dan anders. Nou, de bootjes die zijn klaar. Ik ben smaak met een beetje zout. En een halve theelepel komijn. Nou, en de boontjes zijn klaar. Nou, de champignonnetjes die moeten nog eventjes. En de boontjes die zet ik nu het vuur lekker uit. Nou, de champignonnetjes zijn nagenoeg klaar. En het laatste wat ik dus doe is een beetje afblussen met oestersaus. En daarna doe ik er een heel klein beetje water bij. Heel klein beetje water bij. En kijk eens, de pan is wat donkerder geworden omdat ik er verder geen olie bij gedaan heb. En die oestersaus, er zit natuurlijk wat suiker in, dus dat karamelliseert een beetje. Maar de champignons die zijn super, super, super lekker. Water valt er even uit. Alsjeblieft. En wij kunnen gaan eten.